Topkunster Celine van Gerner uit Emmeloord is na een meniscusoperatie op de goede weg terug. Het herstel gaat lekker op dit moment. Ja, gaat zeker de goede kant op. Met name in nu de laatste 1 à 2 weken merk ik echt een groot verschil. Ik kan inmiddels weer lopen. Niet lange stukken, maar ik kan wel weer gewoon normaal lopen. Ik heb net weer voor het eerst auto gereden, dus dat maakt jezelf dan toch al een stuk mobieler en ook flexibeler om je tijd in te delen. Dus dat werkt wel mee in je gemoedstoestand, moet ik zeggen. Ze hebben een deel, een stukje van mijn hiel afgeschaafd, waardoor de slijmbeurs niet meer eroverheen beweegt, maar nu de vrije ruimte heeft. Want eigenlijk kwam vanuit die slijmbeurs dat hij de hele tijd over de hiel heen bewoog, zeg maar. Die raakte ontstoken en dat trok de Achillespees in. Dus als het goed is, beweegt het nu weer allemaal vrij en heb ik zometeen geen last meer van mijn Achillespees. Natuurlijk neem je een soort van risico, want je weet nooit hoe een operatie uitpakt en of het daadwerkelijk op gaat leveren wat je wil. Nou, en dat is nog steeds afwachten natuurlijk. Maar ik moet zeggen, het voelt wel erg goed. En ook de uitleg die ik heb gekregen van wat hij nou uiteindelijk allemaal heeft gedaan bij de operatie. Extra dingetjes, dat je denkt, ja, dit had ik ook niet gered als ik het gewoon had laten zitten. Dus het is sowieso een goede keuze geweest en nu pakt het hopelijk ook nog goed uit. Van Gerner moest het WK van afgelopen week laten lopen. In Doha was ze er dus niet bij. Ik heb er bewust voor gekozen om het voor het WK te doen. Met name omdat ik dan precies een jaar heb om echt te revalideren en weer aan mijn programma te kunnen werken voor het WK van volgend jaar. Ik had het WK er nog best wel mee kunnen turnen, alleen je komt dan gewoon eigenlijk meer in tijdsnood voor het jaar daarna. Dus zodoende hebben we gekozen om het nu voor het WK te doen, zodat we volgend jaar goed kunnen zijn.